Goedemorgen, middag of avond. En welkom terug bij Krimi TV. Zoals jullie zien in het feit dat ik een gewone video aan het uploaden ben, ik heb Fraps weer voor elkaar gekregen. En ik gebruik een nieuw video editing programma. Het heet Shotcut. Het is open source. En het werkt heel goed, zoals jullie kunnen zien aan de kwaliteit van de video. Ik laat eventjes wat footage zien van Metal Gear. Ik geef er even wat commentaar bij, even vlug. Niks bijzonders. We doen gewoon even een side missie die je kunt doen. Ik wil het eventjes vlug hebben over de series die we hadden lopen voordat ik Windows 10 opnieuw besloot te installeren. Who's a good boy? Oh, Buddy is echt lief. Oh, hallo. We worden gelijk gegroet door deze boys. Niet de moeite waard, dacht ik zo. Oeh, waarom stoppen ze? Waarom stoppen ze? Geen idee. Maar bijzonder is het wel. Oh, beestjes. Vandaar. Nu stappen ze uit. Weet je, we gaan gewoon gelijk dat ding meejatten. Want waarom ook niet? Upsakee. En jij. Upsakee. Bedankt, diertjes die de vrachtwagen hebben tegengehouden. Lang verhaal kort. Wat wil ik vertellen? Wat ik wil vertellen is het volgende. Toen ik Windows 10 opnieuw geïnstalleerd had, is er een klein probleempje ontstaan. Dat probleempje is het feit dat dat je met Steam backups kan doen. En die backups die zet je dan op een schijf of op een flash drive of noem het maar op. En dan kun je je oude spel herstellen. Dat heeft hij helaas bij mij niet gedaan. Deze soldaat is niet goed genoeg, maar deze truck willen we wel hebben. Kom op. Deze truck gaat mee. ik blijf het mooi vinden. Echt zo'n ballon. En de vrachtwagen gaat gewoon de lucht in. Who's a good boy? Ja. Mag ik jullie bedanken? Wat zijn jullie voor beestjes? Schaapjes. Mag ik jullie schaapjes bedanken? Zullen we ook een schaapje meenemen? Ja, we nemen ook schaapjes mee. Waar is het schaapje? Hier is schaapje. Schaapjes die brengen we met deze darts, brengen we ze in slaap, nemen ze mee naar de motherbase. Maar goed, lang verhaal kort, mijn save games zijn niet bewaard gebleven. Dus van sommige spellen die de save game, die ze gewoon op de harde schijf laten opslaan. Zoals bijvoorbeeld Prison Architect, zijn niet bewaard gebleven. Dat is wel eventjes een domper. Waar moeten we heen overigens? We hebben hier Process Materials. Die kunnen we goed gebruiken. We hebben hier ook wat andere dingetjes die we goed kunnen gebruiken. En we moeten uiteindelijk hier naartoe. Voor een prisoner extraction. Oké. Check, check, double check. Dus we gaan deze kant op straks. Oké. Die kant op, maar eerst daarheen voor Process Materials bij deze. Deze outpost. Ik zie hier geen vijanden. 1, 2, 3. Nee. Maar goed. Prison Architect. Daar wou ik het over hebben. Ik kan echt niet spelen en commentaar leveren op andere dingen behalve het spel tegelijk. Wauw. Prison Architect. Ik heb dus niet de save game daarvan kunnen bewaren. Het volledige spel komt 1 oktober komt uit met de laatste updates. Dus dat zou heel fijn zijn als we die vanaf dan weer oppakken. Gewoon met een nieuwe save game. Wat ik voor nu wil doen is eigenlijk gewoon meer Cities Skylines. Ik had nog beloofd dat ik daar een eigen map zou maken. En het maken van die eigen map, dat lijkt mij enorm leuk. En dan gaan we gewoon eens kijken of... Oeh, hier ligt een diamant. Hatseflats. Dan gaan we gewoon eens even kijken of wij een nieuwe map kunnen bouwen. Heel erg bergachtig met mooie watervallen en dergelijke. En dan gaan we gewoon verder met Metal Gear en met City Skylines als lopende series. Lijkt mij zeker geen slecht idee. Ik dacht dat ik een suppressor had op deze sniper, maar blijkbaar ben ik hem vergeten te monteren. Zo, eens even kijken of we hier... Hoppa. Eens even kijken of we hier nog doorheen kunnen sneaken op deze manier. Dat is zeker geen slechte soldaat. Heeft twee rangen van A. Even kijken of we
Hoppa. In je buik en in je hoofd. Zo. Hoppakee. Hier zijn ook nog twee soldaten. Eens even kijken. Maar goed, Metal Gear vind ik sowieso leuk om te doen. We kunnen niet het hele verhaal laten zien, want ik heb zelfs al met Twitch heb ik al copyright problemen. Oh, hallo. Hoppa. God post captured. Fantastisch. Maar zelfs met Twitch heb ik dus al copyright problemen. Ik kan niet hele liedjes laten afspelen. Blijkbaar, het liedje van de intro van Metal Gear Solid 5 werd gelijk al geflagged als copyrighted. Mag ik niks mee doen. Dus ik mag alleen maar gameplay laten zien. En dat vind ik op zich niet erg, want de gameplay is ook heel erg interessant. Sterker nog, het verhaal in dit spel is minder interessant dan de gameplay. In tegenstelling tot alle andere Metal Gears van wat ik gevonden heb. Even kijken, hoe is het met jou? Jij bent B. Jij mag blijven liggen. Ik zoek A-soldaten met hoge ranks. Zoals deze meneer. Hupsakee. Jij gaat... Oh, jij gaat mee. Hoppa. Want jij had een A in research. Kijk, dat is fantastisch nieuws. Hebben we hier nog meer dudes? Nee, volgens mij niet, hè. Volgens mij was dat alles. Yep. Dat was alles. Laten we eventjes gaan kijken bij ons hoofddoel, waar we nu naartoe gaan. Om een prisoner te laten extracten. En daar zijn we dan eens even kijken of we deze prisoner ook keurig kunnen redden. Daar gaan twee mensen. Twee guards. Onze D-Dog hier is heel alert op andere Sovjet-soldaten. Dat is een hele goede jongen, hè? Ja. Oké, wat dacht jij ervan om even een kogeltje te krijgen? Zo. Ik zeg wel kogel, maar het gaat om tranquilizer darts. Daar is onze prisoner. Fantastisch. Nu we dichterbij komen, kunnen we beter de hushpuppy gebruiken. Het stille pistooltje. Jij krijgt er eentje in je been, zodat je straks in slaap valt. Niet meteen. Zo. We liggen hier in de bosjes. We vallen totaal niet op. Als we op E drukken, dan gaan we in stealth mode. Kijk. Helemaal goed. Wat voor soldaat ben jij? Analysis complete. Er is een B in combat. Dat is niet goed genoeg, vriend. Niet voor mijn leger. Oké, dat ketste van zijn body armor af. Deze meneer heeft sterk body armor, wat hem behoedt voor mijn kogels. Even kijken of we zijn hoofd kunnen raken. Ja, precies tussen hoofd en helm in. Dat is eigenlijk exact wat je wilt. Daar ligt de prisoner. Daar lopen nog twee mensen. Even kijken. Wat voor stats heb jij? Een B in base building. Dat is ook niet echt DS, zegt het juf van het. Er was hier nog een meneer. Een gentleman. Analysis complete. Die heeft een A in support. Jij mag gelijk mee. Er lopen hier nog twee dudes. Die we eigenlijk eventjes... Ik keek gelijk al om, maar gelukkig waren we net uit beeld. Oh, dat was net twee keer mis. En die was wel raak. Fantastisch. De moeite waard om naar beneden te klimmen. Ja, dat is een A-soldaat in tech en in combat. En hij... Hem kan ik niet zien. Maar die ene is een klasse A-soldaat, dus ze zijn allebei A-soldaten. Meenemen. En uiteraard de prisoner zelf moeten we ook meenemen. Zo. Hupsakee. Klimmen. Ja, goed zo.
Hier is nog een plant die we kunnen meenemen. Check. Nog één. Check. En hier in de hete zon ligt onze prisoner. Hij is gewoon slechter dan alle mensen die we hebben meegenomen tot dusver. Maar goed, vooruit. We hebben hier ook nog twee raven. Dus even kijken of we daar eentje van kunnen... Oké, die viel naar beneden. Die kunnen we ook meenemen. Alle beestjes die je meeneemt zijn mooi meegenomen. Letterlijk en figuurlijk. Hier, jij mag mee. Zo. Goed, volgens mij hebben we dan onze objectives voldaan. Dan doen we return to ACC. Je hoeft niet per se de helikopter te bellen. Dat kost je zelfs nog 7000 GMP. Niet dat dat een probleem is later in het spel. 7000 GMP is een schijntje. Maar het is een goede tip. Als je je missie hebt voldaan, kun je gewoon return to ACC. Zo. Ah, dat was die side-op. Nou, side-ops zijn zoals je ziet leuke kleine dingen die je tussendoor kan doen voor wat extra resources en wat extra geld. Zodat je weer wat extra development kan uitvoeren. Onze helikopter bijvoorbeeld, die heeft nu... Even zien. Die heeft nu extra opties. Zoals extra rockets, dat soort dingen. Allemaal heel leuk en aardig. Onze weapons en items hebben we ook een nieuwe van. Laten we eens even kijken. We hebben een nieuw type granaat. Oké. Waar dan? Bait bottle kunnen we een nieuwe van doen. Oké. Leuk. En wat kunnen we daadwerkelijk bouwen? Oh, best nog wel wat. Nou, zo gaat het spel maar door. Je kunt heel veel leuke dingen kun je bouwen. Even zien. Oh, als we deze upgraden, kunnen we ook zeldzame monsters kunnen we capturen. Dat is natuurlijk altijd fijn. Ik zeg monsters, ik bedoel diertjes. Oh, hartstikke leuk. Laten we nog een side-up doen. Gewoon om het eventjes af te maken. We zijn er weer klaar voor. Ik vind het ook zo fijn dat al dat bloed en smeer en modder blijft gewoon allemaal zitten. Tussendoor twee missies. Dat is echt een heel leuk detail. En je moet ook gewoon daadwerkelijk terug naar Mother Base om te gaan douchen. Want anders blijf je vies. Je kan in het water rollen wat je wil, maar dat gaat je niet helpen. Je moet echt gaan douchen, anders dan word je niet schoon. Daar zijn we dan. Snake, oftewel Big Boss. Out in the open. We hebben een missie voor een Unlucky Dog. Heet deze missie. Ik heb hem nog niet gedaan. Dus ik weet ook niet precies wat ons staat te wachten. Kom op, buddy. Gaan we hier landen? Check. En geland. Yes, sir. Haoma, dat is zeldzaam. Evenals Wormwood. Fantastisch. En hier is dan nog een Black Carrot. Als we die gedaan hebben, gaan we hier naartoe. Check, we hebben de route gepland. We gaan. En dan zijn we dan D-Dog. Speurt de vijanden uit. Oh, hij is pissed. D-Dog is pissed. Een lucky dog. Oké, laten we eens even kijken wat we hier moeten doen. Dit vind ik zo fijn aan het meenemen van D-Dog. Heel veel mensen die zweren bij Quiet. Maar ik vind D-Dog toch heel fijn. Hij markeert niet alleen items voor je, maar ook alle vijanden die hier in de buurt zijn. Heel erg fijn dit. We hebben hier een heel groot fort. Heel groot fort. Okay. Ik stel voor dat we dit heel kalm en rustig gaan bekijken. Daar komt een truck aan trouwens. Deliveries. Oké. Hier is geen vijand, anders had D-Dog hem al gevonden. Daar loopt wel iemand. Dus even kijken of we deze rustig maar zeker. En zachtjes, want ik heb een suppressor toegevoegd.
Even als... Oh shit, die was mis. Die was flink mis ook gewoon. Hoppa. Die was ook mis. Ik ben niet zo goed schot als dat ik dacht. Kom op. En jij. En jij. Zo. Volgens mij slaapt nu echt de helft van alle mensen. Oh, dat ketst af op zijn helm. Oké. Okay. Next shot. Kom op. Kan ik zijn gezicht niet raken? Oké, zo dan. Hoppa, dat is beter. Echter, zijn we nu wel onze suppressor kwijt. Dus dat is even een nadeel. Suppressors zijn we kwijt, we hebben gewoon te veel schoten gelost. Laten we eventjes hier kijken. Hier waren die resources die we kunnen pakken, jazeker. Hoppa, zo. Zullen we deze meenemen? Ik vind hem wel leuk om mee te nemen. Hupsakee. Mother base is now in the red. Oh, mother base is in the red. Dat is nooit goed. Oh, kom op. Die slaapt. En jij dan? Ga ook slapen. Zo, die slaapt ook. En jij. Kom op. Precisieschot. Hupsakee. Zo pakken we het aan. Dat is Metal Gear style. Oké. Okay. Zullen we kijken wie van deze boys we mee kunnen nemen? Jij hebt een A-rank in support. Fantastisch. Jij hebt geen A-ranks. Jij hebt ook geen A-ranks. Jij. Ook niks. Jij. Analysis complete. B-rank in R&D, maar dat is niet goed genoeg voor mij. Hoe staat het met deze op de muur? We kunnen hier heel snel in en uit. Het hoeft niet lang te duren. Analysis complete. Dat is een B. Analysis complete. Dat is ook een B. En jij? Bad boy. Je hebt een C als hoogste rank. Oké, ik zeg, we prikken die prisoner, die prikken we eventjes uit deze kamer hier en we gaan ook gelijk weer door. Er staan hier geen voertuigen die we mee kunnen nemen. Nope, dus we moeten het doen met wat we hebben. En hier is de beste man. Niet zo schreeuwen, anders moet ik je eerst in slaap brengen, want anders gaat hij altijd schreeuwen, dat is niet goed. Hupsakee, dat is beter. Oké, en we zijn veilig. Althans, zo goed als. Tijd om de helikopter terug te roepen en deze bad boy mee te nemen. We kunnen de prisoner natuurlijk ook via Fulton Extraction, via zo'n ballon, doen. Maar ik vind het persoonlijk wat fijner om prisoners te behandelen als onszelf. We stoppen hem gewoon in de helikopter. Net als wij. Want het lijkt mij persoonlijk als je aan zo'n draadje woep, de lucht heen geschoten wordt. Lijkt mij persoonlijk vrij pijnlijk. Terwijl als het dan één been is. Oké. We kunnen niet bellen. Miller heeft het druk, blijkbaar.
Zo. We zijn er al bijna. D-Dog met zijn mooie nieuwe kleuren. Ik heb hem een klein likje verf gegeven, onze D-Dog. En hij vindt het helemaal fantastisch. Hij lijkt nu op de hond van het logo van Foxhound. Dus dat dan weer wel. Een paar schaapjes hier, die hoeven niet mee. Gaan we dan. Een lucky dog. Zo krijgen we weer het geld. Staan we niet meer in het rood. Nou, om nu voor de goede orde. Als je in het rood staat, gaat de moraal van, je staf dat gaat naar beneden. Dus laten we ook nog even vlug een kijkje nemen op Mother Base zelf. En dan gaan we dan. Mother Base wordt al aardig groot. Zo, hier zijn we. Kijk eens aan. Good dog. Yes. Zeggen we niks meer of? Welcome home, boss. Dat is beter. Hoppa. En jij ook. Verdiende loon voor het niet begroeten van je eigen boss. Kom op. Hupsakee. Nice. Wat vind je er nou van, D-Dog? Hè? Goed. Ik ga even douchen en daarmee zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Creamy TV.